Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is waar de titel vandaan komt. Niets is wat het lijkt en dan lijkt met 3 hoofdletters geschreven. Nou, om eerlijk te zijn hebben we daar echt het hele proces al over nagedacht. Want dat is natuurlijk iets, daar kom je niet zomaar op. Dus we hebben alle opties, als iets er binnen schoot, hebben we meteen in notities gezet. En toen op een gegeven moment, ik heb natuurlijk ook wel aan zijn ouders verteld of die mee konden denken. En op een gegeven moment zei mijn moeder van, niets is wat het lijkt. Omdat natuurlijk, het gaat om een moord, maar er zit een heel verhaal achter. En toen zijn we eigenlijk zelf, toen we dat woord opschreven, zagen we al snel dat het woordje lijk erin zat. Toen dachten we, nou, dat is misschien wel een leuke woordspeling. Dus zo eigenlijk, op die manier zijn we erop gekomen. Maar het kwam heel spontaan, zoiets schiet je echt ineens te binnen, zeg maar. Nu heb je het over moord, want waar gaat het over? Nou, het gaat over een vrouw die de verkrachter van haar dochter heeft vermoord. Ja, dus dat is eigenlijk waarom ze een moord heeft gepleegd uiteindelijk. Ja. En ja, daar is je 12 jaar voor vastgezet. Maar als je zegt, die moeder, hoe kom je als 2 jonge dames op zo'n buitengewoon serieus onderwerp? Als je een profielwerkstuk moet maken. Waar komt dat vandaan? Wij moesten in eind van de 5e gingen we groepjes maken. En ik zat dus met Isa en we dachten van, nou, we waren allebei er wel over eens dat we iets moesten doen, wat nog niet zo vaak is gebeurd. Mm-hmm. Dus nou, ik zei van, ik luister altijd een podcast en die heet Daders. En dat gaat dus ook over moordenaars en hun verhaal daarachter. En toen zei Isa gelijk, ja, die luister ik ook altijd. Dus wat nou als we er zelf eentje gaan maken? Dus eigenlijk was het eerste idee echt die podcast. Toen dachten we al van, nou, dit is best wel een heftig onderwerp, best wel, nou, ook wel groot. Maar we dachten, we gaan gewoon de uitdaging aan en kijken of het lukt. En ja, daaruit is eigenlijk dus ook een heel verslag ontstaan over de psyche van de moordenaar enzovoort. Dus, maar ja, wat er dus eigenlijk aan vooraf gaat, is dat vooral jij, maar jij misschien ook een beetje, al interesse hadden. Ja. En zeg, misschien lees je wel veel krimis of kijken er veel krimis op televisie. Dus, ja, dat zo? Klopt. Ja. Ja. We waren allebei wel erg geïnteresseerd in dat soort, ja, sowieso programma's. Jullie zijn geïnteresseerd in gruwelijke verhalen. Ja, en zo, dat soort programma's. En zijn jullie zelf ook een beetje gruwelijk of wat? Nou, nee, dan niet. Maar dan bedenk je van, nou, we gaan daar een podcast over maken, dus we gaan die uitdaging aan. Maar hoe kom je dan bij deze mevrouw? Ja, nou, we waren natuurlijk op het begin, als je zegt, oh, we gaan een podcast maken, ben je helemaal enthousiast en dan ben je ook nog best wel optimistisch van, dat lukt wel. Maar toen we eigenlijk bezig waren, merkte je al snel dat het best wel lastig is om zo iemand eerst en eerst te vinden en dan ook nog iemand die zijn verhaal wil doen en dan ook nog mee wilt werken aan een podcast, zeg maar. Het zijn best wel wat dingen waar je aan moet voldoen, zeg maar. En toen hebben we op een gegeven moment interview gedaan met Cas de Jong van NPO 1. En die had eigenlijk gewoon nummer nog van haar. Die heeft haar ook een keer in de podcast gehad. En toen hebben we daar een berichtje gestuurd. Toen zijn we eerst op kennismakingsgesprek geweest. En dat verliep eigenlijk heel goed. En ze wilde ook gelijk meewerken. Dus op die manier eigenlijk. En is het dan zo dat je die podcast in 1 keer opneemt? Of ben je een aantal keren naar die mevrouw geweest? Nee, in 1 keer hebben we het echt gedaan. In 1 keer? Ja, maar ze zijn wel 1 keer dus eerst voor het kennismakingsgesprek nog langs geweest. En dat, daar hebben we toen wel echt 3 uur gezeten, zeg maar. Dus we hadden al een soort band opgebouwd en elkaar verhaal een beetje aangehoord. En dus dan zit je die 2e keer ook wel, dan kun je ook sneller beginnen, zeg maar. Ja. En dan is er een soort van vertrouwen en dan kun je, dan kun je ook meteen en je weet het naar aanzetten. En, En dan is die podcast op een gegeven moment af. En dan heb je je profielwerkstuk dus klaar. Ja. En dan wordt dat door je docent beoordeeld, neem ik aan, dat zo ongeveer gaat. Ja. Maar ja, hoe komt het nou in Groningen bij een prijs terecht? En hoe komt het nou bij de KNAW bij een prijs terecht? Ja, dat onze docent, als je zeg maar boven een bepaald cijfer hebt. Ja, boven de 8,5. Ja, boven de 8,5. Ja. Dan mag je meedoen aan een paar wedstrijden. Oh, zo. Dus we hebben ons ingeschreven voor die bij Groningen. En via de KNAW mag echt alleen, dan moet je echt vragen aan de docent zelf. Van, wil je ons inschrijven, vind je ons goed genoeg? Dus dat hebben we ook gedaan en dat wilde de docent en die heeft ons ingeschreven. En die van Groningen was dus eerder, dus dat hoorden we ook al best wel snel van jullie zijn genomineerd. Dus toen zijn we daarheen gegaan en toen hebben we uiteindelijk ook gewonnen, dus dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. En uiteindelijk zijn we dus ook nog genomineerd voor de KNAW Onderwijsprijs. En die is morgen? Die is morgen, klopt. En hoe gaat dat morgen? Nou, eerst moeten we aanwezig zijn met alleen de winnaars, dacht ik, en dan wat mensen van de KNAW, denk ik, voor een lunch. En dan daarna mogen de, bijvoorbeeld als je ouders mee wilt nemen en zo, mogen die allemaal komen rond 12:30. En dan is er de prijsuitreiking. Ja, en die is ook live te zien, geloof ik, hè? Ja, die kan je volgen. Die wordt gestreamd. Ja. En hoe gaat het nu verder? Want jullie zijn geslaagd, neem ik aan. School is klaar. Ja. Leuke podcast gemaakt.
En nu? Ja, en nu? Nou ja, een nieuwe podcast vond het heel leuk om te doen, maar er zit zoveel werk in, ook met het editen. Ik denk dat dat het niet gaat worden, maar jij gaat wel rechten studeren natuurlijk, dus... Ja, misschien gaan we er wel iets verder op in, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Isa gaat een iets andere kant op. Ja, ik ga IBA, International Business Administration, doen. Oké. Ik heb wel ook gekeken naar criminologie en zo, maar ik weet nog niet precies wat ik wil. En dan vind ik dat wel iets te specifiek al, zeg maar. Dus ja, ik heb wel heel veel interesses, zeg maar. Ja, dus ja. Je moet kiezen uiteindelijk. Maar je kunt je middelbare school niet mooier afsluiten dan met twee prijzen. Nee, klopt. Inderdaad. En geslaagd natuurlijk. Dankjewel.